14 juni 31. In Zwevegem, schone katholieke gemeente in West-Vlaanderen, is heel het dorp in de weer. De mannen trekken met vereende krachten een triomfboog op. De meisjes komen aandragen met bloemen voor de versiering. Iedereen slooft zich uit. Iedereen heeft zich in zijn beste pak gestoken. En dat omdat de bisschop komt. Daar is hij al, kwistig zegeningen rondstrooiend. De gelovigen van Zwevegem, en dat is eigenlijk heel Zwevegem, gaan op de knieën. De bisschop wijdt een nieuwe kapel voor het Heilig Hart in. De pastoors lijken tevreden met het resultaat.